Een fopspeen of een duim kan enorm veel troost geven aan jonge kindjes. Maar soms heb je als ouder het gevoel dat het je kind eerder in de weg begint te staan. Je baby wordt steeds wakker voor zijn dutje. Of het zuigen wordt wat compulsiever van aard. Of wordt een middel waar je kind automatisch naar gaat grijpen als het zich wat lastig voelt. Of je kind krijgt misschien een open beet, open mondgedrag, kwijlt veel, heeft veel neuskeel, oorinfecties. Hoe komt het toch dat sommige kindjes meer nood hebben aan dat comfortzuigen? En wanneer kan het nodig zijn om in te grijpen? En vooral, hoe doe je dat op een respectvolle manier als je kind echt verslingerd is aan zijn fopspeen of zijn duim? Gelukkig zijn er heel veel dingen die je kan doen als ouder. In de videocursus Liefdevol stoppen met fopspeen of duim toon ik je vanuit mijn ervaring als kinderosteopaat hoe je je kind stap voor stap kan helpen om zich te bevrijden van die grote drang om te zuigen. Zodat het vol vertrouwen zonder fopspeen of duim kan.